handelaren in neptelefoons. Slijpers die afpersen. Verkopers van nepsigaretten. Bedriegers met nepgoud. Een illuster rijtje met roemruchte afleveringen van onze verborgen cameraacties. Dat vanavond wordt aangevuld met de ontmaskering van een sluwe geldwisseltruc. Goedenavond, welkom bij het programma dat onderzoekt, ontmaskert, aanklaagt, verdedigt en oplichters, zwendelaars en flessentrekkers heel graag een koekje van eigen deeg geeft. Ik ben niemand. Laat zien, heb je papieren bij je? Welke papieren? Hoe heet je dan? Ik. Wat wil je van mij, Petrus? Ik wil weten hoe jij heet. Ik weet niemand. Laat maar, Petrus, alsjeblieft. Doe maar moeilijk. Doe maar normaal met Petrus. Nee, jij bent de boel aan het oplichten. Ik doe niet soepel met jou. Ja, en u ziet, als het nodig is, dan houden we ze ook nog zelf aan. Maar eerst vraag ik even uw aandacht voor een andere zaak die ons al langdurig bezighoudt. De moorden op Corina Bolhaar en haar kinderen Donna en Sharon in 1983... en de moord op Joanne Wilson in 1985, allemaal in Amsterdam. Mede door toedoen van ons programma werd er onlangs een verdachte van deze moorden gearresteerd. De Amsterdammer Louis H. En dat vlak voordat de moorden zouden verjaren. We hebben daar inmiddels een paar keer een uitzending aan gewijd. En gisteren kwam de zaak in een zogenoemde pro forma zitting weer voor de Amsterdamse rechtbank. De advocaten van H. bepleitten in vrijheidstelling. Maar dit werd afgewezen door de rechtbank, die stelde dat het ondertussen zeer aannemelijk was geworden dat H. met name de moorden op Corina Bolhaar en haar kinderen zou hebben gepleegd. De rechtbank gaat er daarbij van uit dat met voorbedachte raden is gehandeld, waardoor de zaak niet is verjaard, zoals de advocaten van H. betoogden. Nou, dit wordt vervolgd in januari en we houden u op de hoogte. Dan nu onze reportage over een fenomeen dat de laatste tijd in de misdaad de kop opsteekt. De malafide geldwisselaars. Ze bieden aan om tegen een aantrekkelijke koers en een provisie grote geldbedragen te wisselen. Als het op een transactie aankomt, nou, dan staat het slachtoffer al gauw met lege handen en is de wisselaar er met volle zakken vandoor. De 42-jarige Nederlandse zakenman Frank loopt op het centraal station van Eindhoven. Hij heeft een afspraak met de ene Stefan, ook een zakenman, maar dan van Arabische afkomst. Een paar weken geleden is Frank via een wederzijdse kennis met deze Stefan in contact gekomen. Stefan heeft Frank een interessant voorstel gedaan. Hij wil namelijk Zwitserse franken wisselen tegen euro's. Het zou dan gaan om een euro's bedrag, 200.000 euro. Daar had hij de Zwitserse franken voor. En daar zou dan een marge in zitten van 20% voor de wisselaar, in dit geval voor mij. Hij vertelde dat hij het uit een erfenis had gekregen, van zijn ouders had meegekregen uit Saoedi-Arabië, waar hij ook vandaan kwam, wat hij zei dat hij vandaan kwam. En hij wilde dat liefst zo wisselen en niet via het officiële kanaal, omdat hij anders daar belasting over zou moeten betalen in Nederland. Wisselen was voor mij geen probleem, omdat de contacten die ik weer heb voor het geld daar ook geen probleem mee hadden. Dus inderdaad, dat zou geen probleem zijn. Mede omdat er een hoop provisie op zou zitten. Ik vertrouwde Stefan vrij snel, omdat hij zeer correct overkwam, netjes gekleed. Hij sprak altijd af in dure hotels. Ik heb hem een drietal malen ontmoet. Dit is een van die eerdere ontmoetingen. Toevallig vastgelegd door de beveiligingscamera's van een gerenommeerd hotel in het centrum van Eindhoven. Hij heeft mij ook een tweetal keren geld laten zien en één keer laten, is ook daadwerkelijk laten wisselen om aan te tonen dat het ook echt was. Stefan wil nu op het station van Eindhoven een bedrag van 200.000 euro aan Zwitserse franken wisselen. Voor Frank is dit geen probleem. Ze hebben afgesproken om de deal vandaag rond te maken. Frank heeft in een plastic tas dan ook het aanzienlijke bedrag van 200.000 euro bij zich. De deal zal hem duizenden euro's provisie opleveren. Een uiterst lucratieve transactie voor hem. Na een kort gesprek in de stationsrestauratie
stelt Stefan voor om naar zijn auto te lopen, waar zijn koffer met Zwitserse franken ligt. Een kennis van Stefan zit in de auto te wachten. Stefan toont Frank de Zwitserse franken. Als Frank deze gezien heeft, stelt Stefan voor om de tas van Frank te ruilen tegen de koffer. En dan gaat het snel. Ik bleef achter zonder geld. Ik heb toen in paniek hem toch gelijk weer opgebeld. Hij zei op dat moment dat hij achtervolgd zou worden door de politie en dat we ergens anders af moesten spreken. Later tijdstip, dagen daarna, heeft hij mij ook nog, heb ik hem gebeld en hij mee. En het voorstel wat hij heeft gedaan is dat hij niet meer in Nederland zou zitten, in het buitenland zat. En dat ik daar dan nog een transactie met hem zou kunnen doen. En dat ik dan het totale bedrag, inclusief de eerste misgegaande transactie, alsnog verrekend zou krijgen. Ik heb nooit meer wat van hem teruggezien. En Frank is niet het eerste slachtoffer van deze gehaaide zakenman. Want dit is wat zich een maand eerder ook in de omgeving van Eindhoven heeft afgespeeld. Martin Schouten is aan het werk in zijn meubelzaak in het Brabantse dorpje Kaatsheuvel. Zijn aandacht wordt getrokken door een grote familie die belangstellend door zijn winkel loopt. Het was dinsdagmiddag en toen zat ik hier alleen in de winkel. Liepen er twee vrouwen binnen met twee kinderen, die liepen hier wat rond. En ze hadden wat vragen over bankstellen, dus die heb ik ook beantwoord. Komt er een man binnen. Die vrouwen lopen naar hem toe. En hij stuurt die vrouwen en die kinderen, stuurt die de winkel uit. Dus hij komt naar mij toe, hij zegt, kan ik even met die praten? Ik zeg, ja natuurlijk, ik zeg, ga zitten, kopje koffie gegeven. Hij stelde zich voor als Robert Loijing, Zwitsers zakenman, een projectje deed in Nederland. En hij had mijn pand gezien. En het leek hem dus een heel geschikt project voor hem. En verder ging hij daar dus op in. Hij heeft de zaak dus goed bekeken, van buiten, van binnen. Hij wou dus het kopen, in principe. Ik zeg, ja, dat is goed. Ik zeg, kom maar met een goed bod. Toen gaf hij zijn kaartje en gaf hij aan dat dus zijn adviseur contact met mij op zou opnemen. Een paar dagen later wordt Martin inderdaad gebeld door een man die hem vertelt dat hij de adviseur van Robert Loijing is. De man laat weten dat de interesse van Robert serieus is en dat hij binnenkort wil langskomen om de deal te bespreken. Ja, alle papieren hebben. Oké. Okay. Die kwam dus ook een paar dagen later. Die heeft samen met mij dus de zaak bekeken, de grootte van het pand. En ik moest een prijs dus natuurlijk noemen. Ik heb daar dus de prijs genoemd van 3,5 miljoen guldens. Dus ik heb het hoger ingezet omdat ik dus ook een ander pand zou moeten kopen. Daarop gaf hij dus te kennen dat hij daar niet van onder de indruk was. En dat Robert Loijing weer verder contact met mij op zou nemen. Die belde me dus ook 2 dagen later voor een afspraak in het Sheraton Hotel in Amsterdam. Met mijn boekhouder. Het is een serieus gesprek. Martin blijft volhouden aan zijn vraagprijs van 3,5 miljoen gulden. Robert toont zich nog steeds zeer geïnteresseerd, maar wil er nog een paar dagen over nadenken. Na de afspraak in het Sheraton Hotel belde hij mij weer 2 dagen later op om dus de deal rond te maken. Hij wou dus ook mijn zoon, mijn vrouw leren kennen en nodigde ons uit in Amsterdam in een chic hotel voor een luxe etentje. Eerst worden de details van de zaak doorgesproken. Ze spreken af dat Robert een aanbetaling van 110.000 euro zal doen. Robert wil dat graag doen in Zwitserse franken. Daarop nam Robert dus weer contact met mij op. Dat hij een week later dus met 160.000 euro aan Zwitserse franken naar Nederland toe zou komen. Hij vroeg aan mij of ik daar zou willen wisselen, want dat was dus een groot probleem voor hem. En of ik 50.000 euro contant mee kon brengen. Ik heb dat gecheckt bij de notaris. Nou, dat was verder helemaal geen probleem, want het kon gewoon op de rekening gestort worden. En dan zou alles gewoon rond zijn, heel de zaak. Ik heb dat ook telefonisch aan hem doorgebeld. En hij zei, dan zullen we een week later in Eindhoven afspreken. De deal wordt beklonken en onder het genot van de meest exclusieve wijnen wordt er op kosten van Robert uitgebreid gedineerd. Oké, dankjewel. Tot ziens. Een week later loopt Martin het afgesproken hotel binnen waar de transactie zal plaatsvinden.
Robert zit binnen al op hem te wachten. Martin heeft de 50.000 euro contant in een envelop bij zich. Alleen de koopcontracten moeten nog getekend worden en dan is de deal rond. Robert vertelt dat zijn boekhouder elk moment kan arriveren om de puntjes op de i te zetten. Hij vraagt daarom of hij alvast het geld van Martin mag tellen. Dan gaf hij aan van, heb je die 50.000 euro bij je? Dan kan ik die vast even checken voordat de boekhouder komt, voordat we de deal rondmaakten. Dus hij zegt meteen tegen mij, pas even op mijn spullen dan, als je dat even dan voor mij wilt doen. Ja, ik zei, nou, dat is goed. Martin gaat ervan uit dat Robert naar zijn kamer in het hotel is gelopen om daar even rustig het geld te tellen. Maar als Robert na 10 minuten nog niet terug is, raakt hij lichtelijk in paniek. Na een minuut of 10, ik denk, ja, het duurt toch wel heel lang. En na 15 minuten, ik denk, Martin, het zal toch niet waar zijn dat hij dadelijk met mijn centen er vandoor is. Dan krijgt hij een telefoontje van Robert die vertelt dat hij een probleempje heeft. Ja, zegt hij, Martin, ik heb een probleem. Want ik dacht dat ik politie zag staan. Ik zeg, politie zag staan. Ik zeg, je bent potverdorie met mijn centen vandoor. Hij zegt, ik rijd nu naar Kaatsheuvel. Hij zegt, en vanavond om 6 uur heb jij de 160.000 euro aan Zwitserse frank in huis. Ik ben erop natuurlijk naar Kaatsheuvel gegaan. Maar hij was er natuurlijk niet om 6 uur en ook niet om 7 uur. Hij heeft nog wel contact met mij gehouden, continu. Dus zeker nog wel na de oplichting, zeker 5-6 keer heeft hij nog telefonisch contact met mij gehad. En verder heb ik natuurlijk mijn centen nooit meer teruggezien. Martin laat het er niet bij zitten en neemt contact op met onze redactie. Tevens laat hij een compositietekening maken van de oplichter. Hij looft persoonlijk een beloning van 10.000 euro uit voor de opsporing van deze man. Als wij de compositietekening laten zien aan Frank, de andere gedupeerde, blijkt deze opvallend veel overeenkomsten te vertonen met zijn oplichter. Het lijkt erop dat Frank en Martin door dezelfde man zijn opgelicht. Genoeg reden om eens onderzoek te doen naar deze onbekende man die zich bedient van diverse aliassen en die op listige wijze mensen grote bedragen afhandig weet te maken. Maar voordat we ons onderzoek goed en wel zijn gestart, worden we gebeld door ene Suzanne, een medewerkster van een financiële instelling die op haar werk is benaderd door een man die zich Robert Dupri noemt. En deze man wil graag Zwitserse franken wisselen tegen euro's. Het ging om 25.000 Zwitserse frank. Dat zou de eerste deal zijn. De transactie voor 25.000 Zwitserse frank. 17% zou ik krijgen als wisselkoers. Dus dat zou mijn provisie zijn. In eerste instantie klinkt dat natuurlijk erg aantrekkelijk. Aan de andere kant is het heel erg makkelijk geld verdienen. En dan gaat er ergens een lichtje bij je branden. En als er grotere bedragen gewisseld zouden worden, zou mijn provisie ook omhoog gaan. Maar de beschrijving die Suzanne van Robert geeft komt niet overeen met de compositietekening van Martin. Hoewel we dus waarschijnlijk niet te maken hebben met de oplichter die Frank en Martin te grazen nam, zijn we wel heel benieuwd naar deze man en natuurlijk zijn werkwijze. We besluiten het spel dit keer mee te spelen en laten Suzanne, een medewerker van ons programma, introduceren als een geïnteresseerde wisselaar. En we hebben al gauw beet. Suzanne legt op ons verzoek telefonisch contact met Robert. Ik heb die kennis gesproken. Ja. En die wil heel graag donderdagmiddag een afspraak met je maken. Hij is wel een beetje op de hoede van zijn zaak. Ja. Ik heb hem uitgelegd wat de bedoeling is en dat ik ook gewoon daarbij wil zijn. Maar hij wil natuurlijk wel eerst even een keer kennis met je maken. Robert wil graag afspreken in het Kurhaus Hotel in Scheveningen. Tussen neus en lippen door informeert hij ook nog even naar onze medewerker. En dat meneer, hebt hij een bedrijf of zo? Ja, hij heeft zijn geld verdiend in de ICT. Maar dat is ook niet belangrijk, toch? Gaat het erom dat hij geld bij zich heeft? Nee, maar kijk, als jij hem 100% goed kent, dan hoef ik geen informatie over hem te hebben natuurlijk. Maar dat hoeft ook niet goed. Oké, dan zien we elkaar donderdag. 1 uur in het Koerhaus. Ja. De afspraak staat. Het spel kan beginnen.
inderdaad een geldwisselaar, maar we weten eigenlijk niets van deze man, die zich Robert Dupri noemt. Hij beweert dat hij een uit Zwitserland afkomstige zakenman is die met de verkoop van onroerend goed goed bij kas is komen te zitten. Maar ja, als dat zo is, waarom wissel je dan niet gewoon bij de bank? Dat is handiger en veel goedkoper. Voor zover bekend heeft de man geen kantoor in Nederland. En de afspraak wordt daarom gemaakt in het Koerhuis in Scheveningen. We gaan op pad met de verborgen camera. In en om het hotel zullen medewerkers de boel in de gaten houden om te kijken of onze contactpersoon wel alleen komt. Als we in het hotel arriveren, is onze man nog niet aanwezig. Dan krijgen we een telefoontje. Het is Robert. Hij zegt dat hij er zo is. Ja, met Suzanne. Hey, was je al onderweg? Ja? Hoe laat ben je hier? 15 minuten is goed. Maar buiten hebben onze medewerkers al iemand gezien die aan het signalement van Robert voldoet. En hij is niet alleen. Maar 5 minuten later komt hij wel alleen het hotel binnen. Goeiedag. Robert laat over zichzelf niet al te veel los. U woont hier in de buurt? Ik kom uit Spanje, dus ik ben. En wil eigenlijk meteen ergens anders gaan zitten. Ik zou wel graag misschien beneden gaan met die restaurant bij de zee. Het is veel lekkerder. Dan wat te brengen, dan op het gemakje praten met ons. Ja, ja. Zeg maar, laten we één koffie doen. Koffie alsjeblieft, ja. Het gesprek gaat al snel over de transactie. Maar even kijken, wat precies de bedoeling is. Nog één keer. Het is 25.000 Zwitserse frank. Suzanne weet was 400. Ja, hoeveel wilde je? Want je wilde met kleine bedragen. Ja, voor mij maakt het tijd. Ik begin met een kleine bedrag. Ja, ik vind de eerste keer 25.000, vind ik. Zwitserland? Ja, tegen euro's. U weet die commissie waar ik slecht Suzanne? Ja. Grote bedrag. Dat was met 17%. Ah, oké. Okay. Maar daar moet we regeren met grote bedragen. Ja. Dus wat wil je? Ja, jij wilde gewoon een keer 7. Ja, in principe. Kijk, het kan iets meer zijn, maar. Nee. Ik denk gewoon dat wij een beetje elkaar willen kennen met een klein bedrag. Ja, dat vind ik ook wel een fijn gevoel. Nou, ik heb ook niet zin om gelijk een enorm bedrag. Laat gewoon eens rustig beginnen. Nou. Maar 25.000 Zwitserse frank is wat mij betreft ook. Okay. En waar wilt u doen? Gewoon hier ook? Wij spreken wel met tafel. Ja? Ik weet niet precies waar je gaat. Ja, je kan mij bellen. Ik bedoel Suzanne. Ja. Dan heb ik wel 3-4 uur tijd. Dan ben ik te komen. Voor in Nederland. Ja, oké. Okay. Dat u soms om 10 uur belt, waar we smiddags afspreken. Ik ben wel maandag om 10:30. Maar dat is goed. Niemand hier weet ervan. Nee, maar dat is sowieso. Dit soort zaakjes hoeft sowieso niemand te weten. Ik ga het gegeven, ik ga het zo lang, dan moet ik ze even kijken. Ja. Nou, kijk, ik ken u verder ook niet. Ik ken Suzanne een beetje. Vertrouwder, dus ik neem aan dat het goed is. En als het de eerste keer goed gaat, zien we het vanzelf al. Ja. Verder gaan. De afspraak voor de deal is gemaakt. Het lijkt erop dat Robert onze medewerker vertrouwt. Maar als onze medewerker de drankjes afrekent, checkt Robert buiten het zicht van hem toch nog even of alles wel in orde is. We gaan ik praten daar? Ja. We zijn politie, zijn mensen, zijn belasting, dat is zo'n ding. Nee. Dat helemaal niet. Oké. Ja? Oké. Uiteindelijk vertrekt hij. Wie is deze man die op het eerste gezicht keurig en galant overkomt? Is dit daadwerkelijk de slimme internationale opererende zakenman, zoals hij zichzelf presenteert? Of hebben we net als Martin en Frank gewoon te maken met een brutale oplichter die alleen maar op ons geld uit is? Tijdens het korte gesprek zijn we niet veel over hem te weten gekomen. We hebben alleen gezien dat hij in het gezelschap was van een vrouw. De
afspraak voor de geldwissel is al een krappe week later. De locatie voor de overdracht wil Robert pas op de dag zelf bekendmaken. Nogal verdacht gedrag als je te goeder trouw bent en een simpele wisseltransactie wil doen. Of dient deze geheimzinnigheid soms een doel? Speciaal voor deze actie hebben we een stapeltje papieren geprepareerd wat door moet gaan voor de 16.000 euro die we met Robert gaan wisselen. En omdat we natuurlijk niet het risico willen lopen dat hij er met al dat geld zomaar vandoor gaat, is alleen het bovenste biljet echt. Zodat we niet bij een eerste oppervlakkige controle al door de mand vallen. Bovendien hebben we het geld ook nog gesield in plastic. Wat de kans op ontdekking nog kleiner maakt. Ja? Robert belt die dag stipt op het afgesproken tijdstip. Hey. Hey. Ik denk dat ik jou ook bij Gouda ergens te treffen. Sorry, waar? Bij? Gouda. Bij Gouda. En ja. Waar in bij Gouda? Ja, de kant van de station ergens. Of... Sorry, bij de? Station. Bij het station? Ja. Nou, dan ja. Doen we dat. Gewoon bij het Centraal Station in Gouda. Het Centraal Station in Gouda, ja. Om hoe laat zijn we dat moeten dan? Nou, een uur of twee. Kan maar niet ieder of... Nou, dat red ik niet eerder, want ik moet Paul bellen. Paul moet mij ophalen. De afspraak is gemaakt. Tot strakjes, doei. Peter houdt snel een korte briefing. We hebben niet veel tijd. We willen graag op de locatie aanwezig zijn voordat Robert er is. Dat je in Gouda bij het station bent, dat hij nog zegt... Een aantal medewerkers vertrekt met de verborgen camera meteen richting het station van Gouda. Zij zullen ter plekke de omgeving gaan verkennen. Omdat we bang zijn dat Peter op straat herkend wordt, krijgt hij speciaal voor deze ontmoeting een snelle vermomming aangemeten. Zo kan hij onopvallend in de nabijheid van onze medewerkers blijven. Het plan is dat Peter ingrijpt zodra Robert ons geld in zijn bezit heeft en er inderdaad vandoor dreigt te gaan. Ondertussen melden onze medewerkers op het station dat Robert reeds is gesignaleerd. Het tijdstip van afspraak nadert. Iedereen staat op scherp. Ook Peter loopt onopvallend op het station. We krijgen een telefoontje van Robert die zegt dat hij op de taxistandplaats voor het station staat te wachten. Dan ontmoeten ze elkaar. Hoe is het? Ja, goed te zien. Hebben jullie auto parkeerd? Ja, verderop. We waren een beetje fout gereden. Hier is alles niks aan te zien. Oh. Ik was net bij een restaurantje hier om te hoek. Ja. Dan gaan we daar wat drinken. Ja. Want hoe wil je het precies doen, even voor de duidelijkheid? Met de overdracht zometeen? Ja, je neemt je over het bedrag en mijn ogen bedrag ook klaar. Ja. Oké. Okay. Goed. Robert is nerveus. Hij wil niet op het station blijven. Voor ons zit er niets anders op dan te volgen. Ja, oké. Ik was net daar een kaartje gekomen dat jullie bellen. Oké. De drie dreigen buiten het bereik van onze camera's te raken. De vermomde Peter kan hen wel volgen. En even later pakt een andere camera de drie weer op. Rij maar door. En ook Peter volgt op afstand. Maar het restaurant waar Robert heen wil is gesloten. Hij is er duidelijk niet blij mee en moet op zoek gaan naar een andere locatie. Het lijkt erop dat dit stelletje bijna continu met Robert in contact staat. Robert en onze medewerkers gaan nu naar de McDonald's in de autovrije binnenstad van Gouda. Het wordt steeds moeilijker om de operatie te volgen. Alleen Peter kan in de buurt blijven. We kunnen het natuurlijk ook in de bank doen. Robert wordt ondertussen voortdurend gebeld. We hebben het vermoeden dat hij door het stelletje op de hoogte wordt gehouden van verdachte bewegingen.
Na weer een telefoontje excuseert Robert zich en zegt dat hij zo terug is. Wil je wat halen? Ja. Een minuutje. Minuutje ben je terug? Ja, een half minuutje. Ja. Maar dat blijkt een understatement te zijn, want we zien dat Robert linea recta naar het station loopt en daar haastig in een gereedstaande bus stapt. Smeert hem, denk ik. Huh? Hij smeert hem, denk ik. Ja. Maar niet alleen Robert gaat er vandoor, ook het stelletje knijpt er snel tussenuit. Oh, ze komen weer teruglopen, wacht maar. Onze verborgen camera registreert feilloos hoe ze even later in een wit busje stappen en er met hoge snelheid vandoor gaan. Blijkbaar heeft Robert onraad geroken en is hij ook nog eens gewaarschuwd door het stelletje. Onze actie is mislukt. Ja, niet elke verborgen camera-actie is meteen een succes, zo blijkt wel weer. Hoe goed je het ook allemaal voorbereidt, met toeval en pech, een restaurant dat toevallig is gesloten, kun je bijna geen rekening houden. Maar goed, we hebben toch een beeld gekregen van hoe men te werk gaat. En dat we bij een mislukking niet meteen bij de pakken neer gaan zitten, dat weet u inmiddels ook wel. En soms hebben we ook wel weer eens een beetje geluk. Want via via komen we in contact met ene Gerrit van Elst, een uit Veenendaal afkomstige eigenaar van een tuincentrum. Gerrit meldt ons dat ook hij benaderd is om Zwitserse franken te wisselen tegen euro's. De man die hem dit voorstel heeft gedaan, is hij toevallig op straat tegengekomen. Gerrit zit in de auto van zijn partner Lilian. Een luxe Audi S8, een wagen ter waarde van zo'n 100.000 euro. Dan wordt hij plotseling aangesproken door de bijrijder van een andere auto. Die sommeerde me eigenlijk min of meer gewoon, joh, draai je raampjes naar beneden, ik wil je spreken. Nou, prima, dat deed ik. Op het moment dat ik dat deed, vroeg hij van, joh, kan ik die auto kopen van je? Ik zei, is goed, rij maar achter me aan. De twee rijden achter elkaar aan naar het tuincentrum van Gerrit. Daar praten de mannen verder over de eventuele koop van de Audi. Maar al snel gaat het gesprek over heel iets anders. En dat kennen we. De man die zich Gilbert Cohen noemt, zegt dat hij graag Zwitserse franken wil wisselen tegen euro's. Hij heeft erbij een gunstige koers in gedachten en bovendien kan Gerrit ook een flinke provisie krijgen. Hij zegt, als jij mij 50.000 euro geeft, krijg je 10%. Boven die 50.000 krijg je 20%. En boven heel veel geld kan je 30% krijgen. Gerrit, een oud politieman, doet alsof hij interesse heeft. Maar hij beseft meteen dat dit wel eens geen zuivere koffie kan zijn. De mannen wisselen telefoonnummers uit en nemen afscheid. Op het moment dat die man wegreed, vertrouwde ik hem totaal niet. Ik denk, laat hem maar komen. Laat hem eens kijken waar hij mee komt, wat hij wil. Nou, prima. Na het voorval komen we in contact met Gerrit. En als wij Gerrit later de bewakingsbeelden van het hotel laten zien, waarop de gedupeerde Frank te zien is met zijn oplichter, is het bingo. De man die Gerrit heeft benaderd is de man die ook verantwoordelijk is voor de oplichting van Martin en Frank. Nog even voor de duidelijkheid. Martin ging voor 50.000 euro het schip in, omdat de zogenaamde koper van zijn zaak in een chic hotel even het geld wilde tellen en vervolgens nooit meer terugkwam. En Frank raakte 200.000 euro kwijt op het station in Eindhoven toen hij zijn tas tegen de koffer van zijn vermeende zakenpartner dacht te ruilen, maar deze er vervolgens met zijn tas vandoor ging. Als de contactpersoon van Gerrit dezelfde man is, dan moeten we rekening houden met een zeer doortrapte werkwijze, waarbij we ervan uit moeten gaan dat de man meestal niet alleen werkt. Na aanleiding van het verhaal van Gerrit besluiten we het spel mee te spelen. Gerrit heeft inmiddels dan al een paar keer contact gehad met Cohen, waarbij al gesproken is over een geldwisseltransactie. Maar alvorens deze zal plaatsvinden, wil Cohen eerst Gerrit en zijn vriendin nog een keer trakteren op een etentje. En dat komt ons bekend voor, want ook Martin en Frank werden eerst uitgebreid door een oplichter gefeteerd.
De vraag is waar Cohen met Gerrit heen wil. Gilbert, wij moesten wat afspreken. Hè? Jij wilde graag eerst nog eens een keer met ons het eten. Ja. Om alles uit de doeken te doen en precies af te spreken hoe we het gingen doen, hè? Ja, dat is het. Maar zeg het maar. Zeg het maar. Ik ben je gast, dus ik heb niks te vertellen. Zeg het maar. In Amsterdam is wel een goede plek, weet je. Een Italiaanse. Houden jullie van Italiaanse eten of niet? Ja, ook wel. Dus zullen we het doen 7:30, 8:00? Ja, zeg maar 7:30, 8:00 mag niet thuis. Oké. Ja? De afspraak is gemaakt. Wij zullen onopvallend in en rondom het in Amsterdam-Zuid gelegen Italiaanse restaurant verblijven om onze wisselaar op de verborgen camera vast te leggen. Gerrit en zijn partner zijn als eerste aanwezig en nemen plaats aan een tafel nog net in het zicht van onze verborgen camera. Even later zien we Cohen aankomen. Hij rijdt in een rode Peugeot met Duits kenteken die hij verderop op de stoep parkeert. Hij is in gezelschap van een vrouw. Hi Gilbert, ik zag je langskomen. Maar voordat iedereen goed en wel zit, snelt Cohen alweer naar buiten en loopt rechtstreeks op onze camerawagen af, die juist op een vrijgekomen plek voor het restaurant wil parkeren. Gelukkig heeft hij niets door. Het blijkt dat ook hij zijn auto daar graag wil parkeren. Even later parkeert Cohen zijn zo goed als nieuw uitziende Peugeot toch op een ander plekje voor de deur. Het is voor hem blijkbaar belangrijk dat hij zijn wagen voortdurend in de gaten kan houden. En later zal blijken waarom. Tijdens het etentje worden de verdere details van de overdracht besproken. Als het nou woensdag kunnen regelen. We zijn er, jij ook niet, we zijn er helemaal niet vies van om iets te verdienen. Simpel zat. Maar het moet wel op een goede, en op een prettige en op een zakelijke manier. Nou, dan moet je goed bij voelen. En als je er goed bij voelt, is er niks aan de hand. Is het dan goed? Dat is niet belangrijk. Jij kan eraan verdienen en wij kunnen eraan verdienen. Iedereen, wij moeten zeker aan het trainen. Prima. Als jij je voorstellen 20 en dan 10, 50, 100.000. Zeg maar wat jij, zeg maar jij wilde eerst. Bij mij is niks. Jullie bepalen wat jullie capaciteit. Ze spreken af dat er een bedrag van 100.000 Zwitserse franken zou worden gewisseld tegen zo'n 60.000 euro. Een uiterst aantrekkelijke koers, want Gerrit verdient hierdoor zo'n 8.000 euro. Daarnaast krijgt hij ook nog eens provisie. Om het vertrouwen van Gerrit te winnen laat Cohen een grote stapel biljetten van 1.000 Zwitserse franken zien. Verborgen een krant overhandigt hij er enkele aan de partner van Gerrit. Ze mogen 1 biljet houden om te laten controleren bij de bank op echtheid. Ze spreken af dat Cohen volgende week zal bellen. In codetaal moet dan worden doorgegeven of alles akkoord is. Als Gerrit zegt dat de fles wijn lekker is, dan weet Cohen dat alles in orde is. Nou, daarom hebben we het ook steeds over wijnflessen gehad, toch? Of niet? De deal is beklonken en bezegeld met een roos. En het gezelschap verlaat het restaurant. Die man die probeerde samen met zijn partner op alle mogelijke manieren het zo te spelen dat het leek als zijnde dat hij onze vriend was. Hij heeft ons ook geld laten zien. Hij heeft ons Zwitserse frank in handen gegeven. Daar hebben we er eentje van uitgehaald. Een bankbiljet van 1.000 Zwitserse franken. En die hebben gewisseld. Nou, die bleek dus echt te zijn. De dag na de afspraak tonen wij de beelden van de ontmoeting aan Martin en Frank. En inderdaad, dit is de man waar we naarstig naar op zoek zijn. Geen twijfel mogelijk. De man die al voor 100.000 euro's buit heeft gemaakt. De ene keer heet hij Gilbert Cohen. De andere keer Robert Looying. Dan weer is hij afkomstig uit Zwitserland. En dan weer is het een Arabier. Maar wie is hij in werkelijkheid? En waarom rijdt hij in een auto met Duits kenteken? Maar daar komt snel duidelijkheid over. Ook de Peugeot blijkt niet op eerlijke wijze te zijn verkregen.
We komen erachter dat de wagen is gestolen met behulp van een oplichtingstruc. En dat is vermoedelijk de reden dat Cohen hem zo goed in de gaten hield. De rechtmatige eigenaar is een Duitse garagehouder uit Hamburg. Peter spreekt hem telefonisch. De wagen, die rode Peugeot, gehört Ihren Betrieb zu? Der gehört zu unserem Betrieb, ja. Der Wagen ist bei uns in der Firma über eine Finanzierung gekauft worden. Ja. Und die Daten, die wir für die Finanzierung brauchten, die waren gefälscht oder sind gefälscht. Und wann ist das geschehen? Das war Ende Juli. Het gaat er steeds meer op lijken dat we te maken hebben met een geroutineerde meesteroplichter. Die niet alleen in Nederland slachtoffers maakt. Doordat hij onder andere Engels, Duits, Frans, Italiaans, Spaans, Arabisch en Nederlands spreekt, kan hij internationaal opereren. Het wordt tijd voor een confrontatie met deze gewiekste wisselaar. Die zijn afspraken graag telefonisch in codetaal laat bevestigen. Hallo? Hallo Gilbert, met Gerrit. Alles goed? Prima. Dus een fles wijn was lekker, dus... Heb je alles klaar, die... Ja. Ik heb alles al geregeld. Dus ja, dan kan ik zo meenemen, kan ik zo vervoeren. De transactie kan doorgaan. Cohen zal de volgende dag bellen om te vertellen waar de overdracht zal plaatsvinden. Wijn. De vraag is alleen wie na afloop de kater krijgt. Cohen wil graag de volgende dag afspreken op het station van Eindhoven. Dat hebben we eerder gehoord. Want dat is exact de locatie waar Frank pijlsnel en op brutale wijze werd beroofd van zijn geld. 200.000 euro. Dus op die onoverzichtelijke locatie willen wij liever niet afspreken. En als het... Ik wil niet bij het station, maar gewoon in een hotel of zo. Ik ben er bij station, jongen. Nee, hoef je geen zorgen te maken. Nee, station wil ik niet. Maar zeg maar, noem maar een hotel. Ja, dat is niet binnen de stad. Vind je het goed, morgen om 11 uur? En ook dat is weer bekend terrein, want hier werd de ontmoeting tussen Frank en zijn oplichter op video vastgelegd. We hebben 24 uur om ons voor te bereiden. Ja, en ook voor deze actie laten wij natuurlijk weer een stapeltje papier prepareren dat ditmaal door moet gaan voor 60.000 euro... die Gerrit aan Cohen moet overhandigen. En we doen dat in dit koffertje dat Gerrit de volgende dag aan Cohen moet geven. Dat is het plan. Maar de vraag blijft natuurlijk, laat Cohen het daadwerkelijk zo ver komen? We zijn al vroeg in Eindhoven. Diverse medewerkers, uitgerust met een verborgen camera, houden de omgeving van het hotel in de gaten. Het hotel heeft diverse ingangen die we allemaal observeren. De afspraak is om 11 uur 's ochtends, maar een paar uur voor de afspraak houdt een aantal personen zich al verdacht op bij het hotel. Peter spreekt ondertussen in een zaaltje op zo'n 10 minuten rijden van het hotel met Gerrit de details van de geldoverdracht door. De koffer ineens weggerist en wegrent. Dan gaan we op weg naar het hotel voor de afspraak. Peter is inmiddels ongezien het hotel binnengekomen en zit in een kamertje vlak boven de lobby. Via een zendertje kan hij horen en zien wat zich er beneden afspeelt. Peter zal Cohen gaan confronteren op het moment dat hij het geld van Gerrit in ontvangst neemt en aanstalten maakt om het hotel te verlaten. We willen voorkomen dat Cohen er een vliegende vaart vandoor gaat in het drukke Eindhovense centrum, zoals we eerder hebben gezien bij de beroving van Frank. Precies om 11 uur lopen Gerrit en zijn vriendin de lobby van het hotel binnen. Na een kwartiertje belt Gerrit met Cohen en vraagt of hij al onderweg is. Cohen zegt dat hij over 10 minuten in het hotel kan zijn. Hi, Lil en ik zitten al in het hotel, hoor. We zitten aan het hotel, we zitten bij de bar, drinken we een bakje koffie. Over 10 minuten? Is goed. Oké, tot zo. Moet ik hem vast bestellen voor je? En inderdaad, even later duikt Cohen op in het hotel. De bewakingscamera van het hotel registreert zijn binnenkomst. Cohen loopt rechtstreeks naar de lobby, recht op zijn doel en onze verborgen camera af.
zie je keurig uit. Buiten zien we steeds meer verdachte types rond het hotel. Zoals afgesproken. Wisselen. Wat moet ik ook mee? Heb je ook pas P3 voor mij? P3-stuur voor mij? Ik heb hier in de kok zitten, maar jij krijgt straks mij alles in één keer. Nee, nee, je begrijpt mij niet. De accountant heeft het gewisseld. Wat was dat? Is dat 65? 65, ja. Dacht ik dat ging zeggen, ja. Ja. Cohen wordt ondertussen vaak gebeld. En dat gebeurde bij eerdere berovingen ook constant. Hoe is dat, Patrick? Waarschijnlijk wordt hij voortdurend geïnformeerd of de kust veilig is. Ik ben blij dat ik niet zo vaak gebeld word. Na 10 minuten zien we dat de gestolen rode Peugeot voor het hotel komt voorrijden. Dezelfde kleur, hetzelfde Duitse kenteken als in Amsterdam, maar met een andere bestuurder. Dat duidt erop dat er iets gaat gebeuren. In de lobby van het hotel gaat het dan snel. Het door ons geprepareerde geldpakketje wordt door Gerrit in een krant aan Cohen overhandigd. Cohen pakt het aan zonder te controleren. Heb jij zin erbij? Ja, daar komt hij, let op. Peter de Vries. Ja, kom op. U bent Robert Looying? Of Stefan? Of Gilbert? Nee, we gaan even niet bellen. Jatter, ben oh, Jatter! Jatter! Wat wil je? Je bent een oplichter. Wat? Je bent hier mensen aan het oplichten. Waar wou je met dat geld naartoe gaan? Welke geld? Dat geld wat je van die mensen hebt gekregen. Ik heb geen geld, wat? Wie ben jij? Ben je Robert Looying? Ben je Stefan? Welke Stefan? We kennen jouw praktijken wel. Ja, wij willen wel eens weten waar jij met al dat geld van die mensen naartoe gaat die je oplicht. Welke oplicht? Wat maar is. Martin Schouten, 50.000 euro. 200.000 euro. Park Plaza Hotel, Centraal Station. Weet je van niks? Wat wil je van mij? Wat maar is. Ik wil jouw identiteitspapieren zien. Ik wil zien wie jij bent. Laat maar rustig, kom met mij spreken. Allez. Maar Cohen volhardt in stilzwijgen en laat niets over zijn identiteit los. Laat zien wie je bent. Ik ben niemand. Laat zien, heb je papieren bij je? Welke papieren? Hoe heet je dan? Ik. Wat wil je van mij, Peter? Ik wil weten hoe jij heet, wie ik je bent. Ik weet niemand. Laat maar, Peter, alsjeblieft. Doe maar moeilijk. Doe maar normaal met Peter. Nee, jij bent de boel aan het oplichten. Ik doe niet soepel met jou. Ik ben niet om boel aan het oplichten. Laat maar rustig, alsjeblieft. Waarom wil je dan zo weg? Ik wil weg, ik heb niets mee te maken, Peter. Nee? Wat was je daar binnen aan het doen dan? Ik was koffie te drinken met die man, klaar. En verder niks? Niks, Peter. Was je niet geld aan het wisselen? Nee, niks, Peter. Jongen, je liegt dat je barst. Echt waar, kijk maar. Heb je We hebben alles opgenomen, jongen. Ik heb niks, Peter. Je liegt. Alles is opgenomen. Dus ga nou niet door het behang heen liegen. Laat maar, Peter, alsjeblieft. Ja, nou wil je weg natuurlijk, maar ik kom niet Peter. Weg. Maar dan ziet Cohen even zijn kans schoon. Laat maar, Peter. Wat wil je van me, Peter? Rustig met me, jongen. Ja. Ik ben niet jouw vriend. Nee, daarom, juist. Ja, ga even rustig zitten. Hoppakee. Ondertussen is de politie gealarmeerd. Die is snel ter plekke. Cohen wordt gearresteerd en samen met de chauffeur van de rode Peugeot wordt hij geboeid afgevoerd naar het politiebureau. En Cohens vermoedelijke handlangers druipen ook af. En dan komt er eindelijk duidelijkheid over de ware identiteit van onze oplichter. De man die zich afwisselend Looying, Cohen en Stefan noemt, heet in werkelijkheid Thomas D. En hij is niet, zoals hij zelf beweerde, afkomstig uit Zwitserland of Saoedi-Arabië. De geboren Joegoslaaf blijkt gewoon in het Nederlandse Nieuwegein te wonen. En hij is ook zeker geen onbekende van de politie. Want dit is wat hij reeds op zijn kerfstok heeft staan. En niet alleen de Nederlandse politie lijkt blij te zijn met de aanhouding door Peter. Al snel blijkt dat de 38-jarige D. ook door de Duitse politie wordt gezocht.
Ook de bestuurder van de rode Peugeot heeft wel vaker een politiecel van binnen gezien. Deze man, Dragan S. genaamd, blijkt ook een Joegoslaaf van geboorte te zijn. De volgende dag staat de arrestatie in de krant. En dat levert direct een aantal reacties op. Het blijkt dat er in Nederland al meerdere mensen gedupeerd zijn bij transacties met Zwitserse franken. Een aantal hiervan herkent D. als de dader. Maar een aantal slachtoffers heeft toch te maken gehad met andere personen. Het lijkt er dus op dat in Nederland diverse groeperingen zich met deze nieuwe vorm van misdaad bezighouden. Of ze met elkaar in verband staan, is nog onduidelijk. De slachtoffers zijn in ieder geval opgetogen over de arrestatie en gaan ervan uit dat D en S voorlopig veilig achter de tralies zijn opgeborgen. Maar opnieuw komen ze bedrogen uit. Want een maand na een aanhouding worden de twee verdachten plotseling vrijgelaten. Meester Abraham Moscovic, de advocaat van D, heeft een verzoek tot schorsing van de voorlopige hechtenis ingediend. En dit wordt, in hoger beroep, door het gerechtshof toegewezen. Dat terwijl D in een gestolen auto reed, zijn aanhouding in Duitsland verzocht is, hij zich van valse namen en valse nationaliteiten bediende, er diverse gedetailleerde aangiften en herkenningen van gedupeerden liggen. Hoe kan dat? Nou, het blijkt dat de officier van justitie niet alle documenten heeft overlegd aan de raadsheren van het gerechtshof, waardoor deze, louter op basis van de niet voltooide wisseltransactie waar wij bij waren betrokken, niet anders konden beslissen dan de verdachte voorlopig op vrije voeten te stellen, in afwachting van de rechtszaak, die er wel komt. We vroegen natuurlijk politie en justitie om commentaar. Nou, de politie wilde graag reageren en maakte daarvoor ook een harde afspraak, maar werd toen wij al met een cameraploeg in de auto zaten tot twee keer toe teruggefloten door de persofficier van justitie in Den Bosch, meester Guus Bos. We vroegen daarom hem om opheldering, maar kregen niet echt een bevredigend antwoord. Ik zal u zeggen waarom ik dat verboden heb. Het is een vaste regel, en die ligt ook vast in huis, dat als een strafzaak heeft geleid tot voorgeleidingen bij de rechtercommissaris en zoals in dit geval tot en met strafraadkamers toe, zelfs tot en met het hof toe, dan wordt de voorlichting uitsluitend gedaan door het parket en niet meer door de voorlichting van de politie Brabant Zuidoost in dit geval. Ja, maar dat neemt niet weg dat wij gewoon een afspraak hadden en dat dit de tweede keer is dat dit op de dag zelf gebeurt. Ik vind dit gewoon heel onbehoorlijk gedrag. Nog afgezien van de enorme kosten waar u ons mee opzadelt. Gaat u dat vergoeden? Ik zadel u nergens mee op. Ik houd mij aan de regel. Gaat u dat vergoeden? Wat zegt u? Gaat u die kosten vergoeden? U had geen afspraak met mij? Of nee, ik heb een afspraak met de politie inderdaad. Ja. En ik verlang dat die gewoon wordt nagekomen. De politie is toch ook een instantie van een man, een woord? Ja, maar niet als ze de regels schenden van hoe wij met voorlichting over concrete strafzaken omgaan. Dus de politie weet helemaal niet, de politie weet helemaal niet wat ze doet als ze met ons afspreekt. Wat zegt u? De politie weet dus helemaal niet wat ze doet als ze met ons afspreekt. In dit geval hebben ze inderdaad tegen de regels in gehandeld. En ik ben ervoor om te waken dat dat niet gebeurt. Maar zijn de politie dan een stel kleine kinderen die helemaal niks kunnen afspreken? Ik spreek geen waardeoordeel uit over. Ja, maar ik wel. Oké. Okay. Ik heb toch een afspraak? Ja. Maar en dat telt voor u helemaal niet? In dit geval zijn de belangen die wij te behartigen hebben groter dan de uwe. Nou, wilde de persofficier dan misschien zelf even reageren nu hij de politie in de hoek had gezet? Nee, ook dat niet. Daarvoor had deze drukbezette magistraat geen tijd, dat begrijpt u. Op onze vraag hoe deze gang van zaken bij de slachtoffers moet overkomen, antwoordde hij letterlijk: dat kan me niet zoveel schelen. En ach, eigenlijk vindt hij de hele zaak maar niks. De slachtoffers zijn mensen die slapend rijk willen worden, zegt hij letterlijk. En daar besteedt hij liever geen opsporingscapaciteit aan. Zo'n aanklager heb je als verdachte bijna geen advocaat nodig. Overigens blijkt dat hoofdverdachte Thomas D. al eens eerder goed is weggekomen na een vervolging. Uit stukken waar wij de hand op hebben gelegd blijkt dat hij in 1999 is aangehouden in verband met de diefstal van 350.000 Duitse marken. En de wijze waarop, die vertoont grote overeenkomsten met de oplichting van Martin en Frank. D. zou in Duitsland een zekere R. hebben benaderd voor de aankoop van een stuk grond. Daarnaast zou D. een boot aan de uit de Duitse Halteren afkomstige R. hebben willen verkopen. Maar ook in deze zaak wordt het wisselen van zwart-Zwitsers geld al snel het onderwerp van gesprek.
En ook hier vindt er een wisseltransactie plaats. Locatie is het gerenommeerde Amstel Hotel in Amsterdam. Ironisch genoeg voor het latere slachtoffer op 1 april 1999. En ook nu gaat Dea vandoor op het moment van de overdracht, terwijl het slachtoffer denkt dat Dea het geld even aan het tellen is. Een methode die ons bekend in de oren klinkt, maar dit keer laat Dea een koffer met vals geld achter. En dat breekt hem later op, want op een van deze valse biljetten wordt de vingerafdruk van Dea gevonden. Daarmee lijkt de betrokkenheid van Dea onomstotelijk vast te staan. Als de politie hem later aanhoudt, lijkt niet zijn veroordeling in de weg te staan. Op 17 november 1999 wordt Dea door de rechtbank van Amsterdam veroordeeld tot een gevangenisstraf van 6 maanden. Daarnaast moet hij ook het ontvreemde geld terugbetalen aan het slachtoffer. In de motivering van haar vonnis laat de rechtbank met name meewegen dat de verdachte op een geraffineerde en professionele wijze een sfeer van vertrouwen tussen hem en de benadeelde heeft gecreëerd en daar later misbruik van heeft gemaakt. Daarnaast laat de rechtbank meewegen dat verdachte reeds vaker voor soortgelijke delicten is veroordeeld. In dezelfde rechtszaak wordt ook een tweede geval van oplichting behandeld. D zou namelijk ook nog een ander slachtoffer 200.000 Duitse marken afhandig hebben gemaakt. En ook hier zou sprake zijn geweest van een wisseltransactie. Maar deze zaak kan door de rechtbank niet worden bewezen en daarvan wordt D dan ook vrijgesproken. Tegen de andere veroordeling gaat D in hoger beroep en met succes. Want op 27 augustus 2001 wordt D, die wordt bijgestaan door de bekende Amsterdamse strafpleiter Abraham Moskowitz, door het gerechtshof van Amsterdam wegens gebrek aan bewijs vrijgesproken. Bovendien krijgt hij ook nog eens een schadevergoeding van 12.300 euro toegewezen voor de dagen die hij onterecht in de gevangenis heeft doorgebracht. Uiteraard hebben we ook nog de advocaat van D om commentaar gevraagd. Maar na een aanvankelijke toezegging liet hij later weten niet te reageren. De gedupeerden, Martin en Frank, zijn ondertussen verbijsterd over de vrijlating van het tweetal. En hebben er nog maar weinig vertrouwen in dat de zaak nu nog tot een goed einde komt. Nou, dat moeten we eerst maar eens even afwachten. Maar als u zelf ook slachtoffer van zo'n truc bent geworden, of daar misschien wetenschap over heeft, verzoek ik u contact op te nemen met onze redactie. Het adres van onze website ziet u zo meteen. Dan tot slot nog even iets over een heel andere zaak die we afgelopen week hebben uitgezonden. De moord op Christina Conte in 1995 in Amsterdam. Haar stoffelijk overschot is nooit teruggevonden. Maar de politie geeft de zoektocht niet op en komt steeds dichterbij een ontknoping van dit drama. Uit getuigenverklaringen is naar voren gekomen dat bij de moord, maar ook bij het wegwerken van het lichaam in de buurt van de Gaasperplas, niet alleen de veroordeelde Mohammed A. betrokken is geweest, maar mogelijk nog twee anderen. Het gaat hier om de al eerder verdachte, maar nooit veroordeelde huisbaas van Mohammed A., ene Sahid S., maar ook nog een derde persoon, Ali S. Zij zouden, aldus de getuigenverklaringen, het lijk van Christina met z'n drieën in de auto hebben vervoerd en weggewerkt. Het rechercheteam doet nu via ons een dringend beroep op al deze personen om hun stilzwijgen te doorbreken. Maar ook op hun familie, vrienden, bekenden en collega's om deze mannen daartoe te bewegen. Zodat Christina's lichaam na bijna 8 jaar eindelijk kan worden gevonden. En als u iets weet, belt u dan met de recherche in Amsterdam. 020-559-3500. Maar u kunt natuurlijk ook even met ons contact opnemen. Dan komt het ook allemaal goed. Nou, dit was het weer voor vanavond. Over 2 weken, let op, over 2 weken, dan zijn we er weer. Zorg dan dat u ook kijkt, dan heeft u altijd een alibi. Tot dan.